Je gezondheid laten testen, worden behandeld in een echte ambulance of zelf een knieoperatie doen. Tijdens de open dag bij het Sint-Anna ziekenhuis in Gelderop konden bezoekers dit weekend in de huid kruipen van een arts of patiënt. Ik ben Nicole. Ik ben assistente van de anesthesist. En je bent straks bij de dokter geweest en die heeft gezegd dat je even een kijkoperatie jouw knie moet doen. Ik ben al een keer geopereerd, maar ik was eerst heel erg bang, maar dat was toen ik in groep 3 zat. Ja? Toen vond ik het heel eng, maar nu weet ik hoe het gaat. Ga ik even je hart en longen luisteren, goed? Gewoon zo zitten, ook even luisteren. En is hij gezond? Ja, jongen, gewoon keurig gezond. Hij sport goed, hebben we het net al besproken. Dus hij gymmen en voetballen doet hij, dus dat gaat hartstikke goed. Ja, maar je kent al. Dat is die voor jou, alsjeblieft. U staat hier bij het kraampje van de afdeling ouderenzorg. Alvast aan het rondkijken waar u straks terecht kunt. Waar ben ik dan niet? U liet zich hier even controleren. Wat was dit voor controle? De glucosemeting. En hoe was die? Te hoog. Het is maar goed dat u het even gecontroleerd heeft. Ik moet naar de huisarts even. Nou ja, hopelijk kan het nog lang duren voordat ik hier terechtkom. U heeft nog geen last van botontkalking? Nee, gelukkig niet. Wat komt u doen op de open dag? Nou, we zijn eigenlijk gewoon door de dochter, die werkt hier. Want wij komen naar de deur. Hè? En zei de dochter van, nou ja, kom eens een keer langs. Het Sint-Anna ziekenhuis is het ziekenhuis in de regio voor veel topsporters. Zoals Olympische sporters en de spelers van PSV. En die ondergaan vaak een operatie aan de meniscus. Een schijf in de knie. Dat is leuk, hè? Kijk, en daar is het haakje. Hier op de open dag mag je zomaar eventjes een operatie doen. Is dat moeilijk? Best wel. En hoe weet je dan of het goed is? Als je het ijzertje ziet. Het haakje wat eigenlijk vast heeft, daarmee kun je kijken of dat alle banden nog goed zijn, of dat de meniscus nog goed zit. Dus kijken of dat alles klopt, zeg maar. En of dat de klachten kloppen met wat ze kunnen zien en of dat ze het kunnen verbeteren. Of dat ze zelfs iets weg kunnen halen. Dus, en doet ze het goed? Ja, tuurlijk. Er komt toch dingen tegen waar je helemaal geweten van hebt. Je denkt wel ooit van dat en dat, maar dan in één keer dan word je wel al aan het denken gezet. Komt nog niet zo vaak in het ziekenhuis dat u alles al kent? Te veel. Ik kom hier te veel. Ja, is ook niet goed, hè? Kunt u beter op zo'n open dag zijn? Ja, daarom. Op de open dag van het Sint-Anna ziekenhuis kwamen zo'n 3500 bezoekers af.